Ja, ik denk dat mensen meestal weten wie je bent, maar Nassi sta ik hier. Wat is het ook? Naar wie sta ik hier? Naar wie sta ik hier? Ja, naar wie sta ik hier? Oh, nee, maar naar Murat Aygunman. Juist. Je stond gemest eigenlijk tegen Levi Richter. Levi Richter had hij afgezet, omdat hij niet mee eens was met de tijd. Met de wat? Met de tijd van het gevecht. Oké. Okay. Hij wou niet om 7 uur vechten. Oké. Okay. En hij kon niet later dan 7 uur. Oké. Okay. Weet je? Dus dat was de optie? Dat was, ja, dat was gewoon, ik denk niet een goede reden, maar ja, hij heeft het wel afgezegd. Had je liever tegen Levi Richter gestaan dan tegen deze tent die je nu hebt? Mij maakt echt niet uit tegen wie ik sta. Ik heb meer respect voor hem dan voor Levi, want hij stond er wel, snap je? Hoe ging het? Ja, ging lekker. Ging lekker. Ja, alleen, je moet het ritme nog een beetje pakken. Dus, ja. Nou, hey bro, we zijn blij voor je. Ja, sowieso man, heel veel mensen zijn blij. Was het een zware pot voor je? Voor mij was het eigenlijk was het wel mijn spelletje. Alleen het luisteren en het ritme was niet goed. Okay. Dus dat is ook van lang niet doen. Ik heb na anderhalf jaar heb ik drie maanden geleden gevochten. Dat was gestopt na twee ronden door het sneeuwen ook. En deze was dus, ja, nu ben ik er weer. Dus een beetje regenroest. Ja, sowieso. Ja. Oké, okay. Nou ja, cool. Gewonnen, klaar. Next. Next. Nee, dat gaat niet, man. Maar op dit moment blijf ik gewoon trainen. Weet je, normaal vecht ik een wedstrijd. En ik stop. Maar deze keer stop ik gewoon niet. Oké. Okay. Wat er komt, ga ik gewoon accepteren. Wil je nog wat tegen Levi Richter zeggen? Tegen Levi Richter. Ik heb niks te zeggen tegen hem, man. Ik heb niks te zeggen tegen hem. Hij heeft al genoeg gezegd. Om het af te zeggen. Maar je vindt niet jammer dat je. Ik vind het jammer dat hij het heeft afgezegd. Ja. Door zo'n reden. Voor de rest jammer, maar ja. Weet je, ik ben vandaag ziek. Ik kon het ook wel zelf zeggen. Maar ik ben gewoon ziek om opdagen. Dus als je een echt vechter bent, dan ga je niet om tijden lullen of noem maar op. Weet je, als het 7 uur afspraak is, dan hou je aan die afspraak. Klaar. Klaar. Dus dat is een beetje je boodschap ook? Ja, dat is ook mijn boodschap eigenlijk. Oké, okay, waar kun je ze vinden op Insta, Facebook? Murat Aygun 88 is Instagram. En Facebook is Murat Aygun. En wat kun je nog van jou verwachten? Broer, je gaat nog heel veel zien van mij. Weet je, ik ben nu net nieuwe trainer, Said SB Utrecht. Dus vanaf nu ben ik veel technischer, meer luisteren, meer controle. Vroeger was het echt dolle dwaas naar voren. Nemen en niet, weet je. Dat was mijn stijl, maar nu ga ik dat veranderen. Je kreeg veel op je hoofd. Een gevaarlijke combinatie. Je hebt veel op je hoofd genomen ook. Ik neem veel op mijn hoofd. Dat is mijn tactiek is eigenlijk tot nu toe altijd geweest, eentje nemen om één te geven. Weet je. Maar maak je niet een beetje druk om later? Dat ik als scheid, iedereen gaat een keer dood. Vroeg of laat, ziek of niet ziek. Oké, okay, thanks man broer. Hoes. Hoes. Ja broer, het gaat lekker met je gym, hè? Ja. We doen ons best. We mogen niet klagen. We doen ons best. En ja, goed, je ziet hoe de verloop is. Hoe vond je het, jouw vechtige ding? Ja, hij heeft een hele tijd niet gedraaid. Dus dit is de eerste keer dat ik met hem dan in de hoek sta. Het is wel werk aan de winkel, maar goed, je weet, afleren is moeilijker dan aanleren. Maar goed, die jongen heeft potentie en met de tijd zullen we zien dat het nog beter gaat. Oké, mijn vraag is ook van, hoe komt het dat opeens zoveel vechters kiezen voor jouw gym? Ja, weet je, ik zou het niet weten. Kijk, we doen ons best en we hebben een aantal jongens die natuurlijk vanuit de jeugd uit komen. Hè, die nu op bepaalde grote platforms staan, die komen vanuit de jeugd. Ja, ik denk dat ook dat een stukje te maken heeft dat mensen zoiets hebben. Hey, de jongens die hebben een hele traject bewandeld en die staan nu op dat podium. Dus dat soort dingen trekken ook natuurlijk. Maar ja, het belangrijkste is dat iemand een gym kiest of een trainer kiest waarbij hij of zij denkt dat ze progressie boeken. Dat is het allerbelangrijkste. En dat niet mensen een gym gaan kiezen omdat daar bekende vechters trainen. Weet je? Dus het allerbelangrijkste is dat ze ergens voor kiezen dat een trainer hun naar een beter level kan brengen. Dus dat is het allerbelangrijkste. Okay. Ja, we hebben nog even, want ja, Badr heeft er ook bij jullie getraind. Maar is weer weggegaan. De reden waarom eigenlijk? Die vraag heb ik al zo vaak gehad. Weet je wat het belangrijkste is? We zijn gewoon in goed overleg uit elkaar gegaan. En nogmaals, de vechter moet doen waar hij of zij zich goed bij voelt. Ja. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Weet je? En ja, dat is het. Ja, ik hoorde, Ilias gaat eventjes een stap maken in Amerika, hoorde ik ook.
Ja, ja, er zijn wat dingen gaande, ook met een aantal andere vechters. Dus ja, goed, met de tijd zullen er leuke dingen aankomen, ook voor de vechters. En ja, goed, we zien de progressie van bepaalde vechters. Ilias heeft een mooie kickboxcarrière gehad, althans Bouleydan, die nu te volgen gegeven heeft aan het MMA. En dit is de tweede partij binnen Bellator 2-0 en we hopen die lijn zo voor te trekken. Als jij, ja, naar welke vechter van jouw gym zegt van dat wordt eentje van die moet je opletten, dan moet je bij ons langskomen bij het gym voor een aflevering? Ja, ik zal je zeggen, kom ik hier langs. Er is heel veel nieuw talent, nieuwe jongens die echt opkomend zijn. Alleen ik ben daar altijd wel voorzichtig in. Het moet ook lijken of ze echt ook doorbreken. Ze doen het nu heel erg goed. Je weet zelf, het kan altijd zo zijn. Vriendinnetje, andere prioriteiten, invloeden van buitenaf. Dus ja, weet je, ik wil nooit te vroeg gaan zeggen, dit wordt er een. En ik hoop dat ze het volhouden. En ja, dat we straks nieuwe talenten op mooie podiums kunnen neerzetten. Ja, je hebt een volle gym, een volle bak dus. Zijn nog nieuwe vechters welkom? Ja, iedereen is van harte welkom. Weet je. Ik hoef niet te vertellen waar het is, mensen weten het denk ik al. Ja, thanks man, bro. Ja, altijd bro. Yo, man. Oes. Ja, bedankt. Yo, man. Oes. Ja, Oes. Oes.